Op 19 mei vond in Eindhoven de eerste landelijke conferentie van het Techniekpact plaats. Nadat vorig jaar mei de landsdelen, het bedrijfsleven, het onderwijs, vakbonden en de Rijksoverheid de handen ineen hebben geslagen en het Landelijk Techniekpact 2020 afsloten om Nederland te voorzien van meer technici. De partijen zijn vandaag bij elkaar om de voortgang te bespreken. Terwijl minister Kamp, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in de regio een werkbezoek brachten, lunchten de genodigden gezamenlijk in de tot DTW-café omgedoopte locatie, om vervolgens de plenaire opening bij te wonen. Onder leiding van Simone van Trier, dagvoorzitter, opende burgemeester Van Gijzel als gastheer van Brainport 2020 de conferentie. Volgens de burgemeester heeft het Techniekpact veel dynamiek gebracht en zijn er de eerste signalen dat meer scholieren en studenten een techniekopleiding gaan volgen, maar nog te weinig op het VMBO en MBO. Daarna was het de beurt aan Doekle Terpstra, de nieuwe aanjager van het Techniekpact, die aangaf de uitdagingen die er liggen aan te gaan pakken. Vervolgens begaven de bezoekers zich richting workshops, bijvoorbeeld over de mogelijkheden internationaal talent aan Nederland te binden, of over de voorbeelden over samenwerking tussen de landelijke sectorplannen en de uitvoering in de regio's. De workshop over een flexibele arbeidsmarkt had betrekking op e-portfolio's, om informatie gemakkelijker te kunnen delen en daarmee mobiliteit van werkenden te bevorderen. Voor de plenaire afsluiting nodigde Simone van Trier Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, uit, die de inmiddels teruggekeerde bezoekers van de werkbezoeken en alle anderen welkom heette. Vervolgens werden op het podium beleidsmakers in contact gebracht met leerlingen en studenten, om van hen te horen wat hen stimuleert. De tussenbalans van het Nationaal Techniekpact werd opgemaakt. Want hoe loopt dit Deltaplan nu? Welke maatregelen zijn er tot nu toe genomen? Welk effect hebben die? Daarover discussieerden de genodigden op het podium en de zaal met elkaar. Aan het einde van de conferentie overhandigde minister Kamp aan de genodigden via de app op hun telefoon of tablet de voortgangsrapportage over het Techniekpact. Tegelijkertijd werd afgesproken dat er volgend jaar weer een conferentie zal plaatsvinden.